Meneertje, je bent aan de beurt. A circle of life. Kijk meneertje, dat zijn je vrienden. Oké, meneer, we gaan koken. Buongiorno, welkom in Italië. Dit is Hanna Hoekstra. Een hele lieve vriendin en actrice en gek op koken. En ze heeft een leeuwen-t-shirt aan. Helemaal aan het doen. Dus we gaan vandaag lekker koken. Wat gaan we maken? Gnocchi. Gnocchi di patate. Met heel veel groene groenten en een groene saus. Wat hebben we nodig? 800 gram. Gnocchi. 100 gram. Groene asperges. Ja, aspergetips. 200 gram. Bimbi. Bimis. Ja. Of bimbi. Bimis. Bimis. Eigenlijk een soort van broccoli, maar dan met langere, knapperige steeltjes. 200 gram. Doperwten. Dit zijn verse doperwten, maar die zijn nu in het seizoen. En die zijn heel vaak natuurlijk niet in het seizoen. Dan neem je ze gewoon uit de vriezer. 100 gram babyspinazie. Als je geen babyspinazie kan vinden, dan doe je... Gewone baby's. Een half blokje groente- of kruidenbouillon. Veganistisch. Bouillon is heel vaak niet veganistisch, dus let even op dat bouillonblokje. Dus dit zijn edelgistblokken. Ik denk ongeveer 2 eetlepeltjes. En een handje pijnboompitten. Rijstroom. Citroensap. Heel lui. Uit een flesje kan natuurlijk ook gewoon een verse citroen nemen, maar ik ben lui vandaag. Hele lekkere. Kan jij dit goed uitspreken? Extra verge. Extra. Extra ik weet ook niet hoe dat zegt. Verse olijfolie. Extra lekkere olijfolie. Zeezout en peper. Stoompannetje en een keukenmachinetje. Als je geen stoompan hebt, dan kun je ook een pan met water met een vergiet erin nemen. Of misschien heb je wel een stoomoven, dan ben ik echt f***ing jaloers op jou. We beginnen even met een beetje water in de stoompan. De helft van de erwten, of nee, 1/3 van de erwten gaan we alvast stomen, want die komt door de saus. We kunnen nu alvast hiermee aan de slag. Edelgistvlokken, pijnboompitten, bouillonblokje, een beetje citroensap erin. En door een gedeelte van de spinazie. Tot hier. Tot de rest, hier. De rest gaat zo op last minute erin. Beetje rijstroom. 2-3 eetlepels. En misschien doen we straks nog wel meer erin. Ik denk dat we straks zeker nog wel meer in doen. Olijfolie, natuurlijk. Volgens mij kookt het. Ik hoor het. Pas op, het is heet, hè? Nou. Ja, het kookt. Stop. En hoe lang time ik nu de erwten? 3 minuten? Ja, 3 minuutjes. Kijk eens, Sanne, weet je hoe laat het is? Oh, top. Tijd om de erwten eruit te halen. Nou, eerst even 1 keer checken als die al zacht genoeg is. Nee. Jammer. Zeker nog 2 minuten. De erwten zijn niet klaar. Wat heb jij hier nou in gedaan toen ik niet keek? Peper? Mm-hmm. En zout? Nee, want er zit een bouillonblokje al in. Dus... Ah, ja. Ik vind erwtjes heel lief. Dit gaat sowieso mis. Heb je een lepel? Oh, ja. Past het? Ja. Doe er nog meer rijstroom in. En nog wat meer citroensap. En nog wat olijfolie. Ik deed eigenlijk alle vloeibare dingen nog een beetje meer, want het was nog veel te dik. Het moet er even geproefd worden. Oh! Oh, dat is heel lekker. Ja, toch? Ja. Is het zout genoeg? Ja. Ja. Maar misschien wel wat extra peper. Ja. En ik denk eigenlijk dat we nog wel een beetje meer nodig hebben, dus dat we wat rijstroom hebben. Eens kijken hoeveel gnocchi's er zijn. Ja, maar we gaan wel meer saus nodig hebben, ja. Als de room meer wordt, meer citroensap. Easy, dat is het. De doperwten moeten ook in de... De doperwten gaan er ook bij. Alles zit erin. Ja, dan mag die aan. Maar het is echt wel lekker, jongens. Oei, oei. Ja. Heel fris. Heb je gekeken hoe laat we dit erin deden? Want dit moet sowieso iets van... Timing is mijn ding. Ja, want hij kookt nu eigenlijk pas echt. Dus als we vanaf nu 5 minuten doen... I'm your man. Ik vind dit een makkelijk recept, want ik heb... In principe, ik zit een beetje op het aanrecht. Ja, het is ook echt een makkelijk recept. Dus dit kan iedereen maken. Gnocchifeest. Dat, zo heet het gerecht. Het ziet er hartstikke goed uit. Ja, die zijn wel goed, hoor.
Je hebt echt een soort vuurvaste vingers. Nou, nee hoor, doet gewoon pijn. Deze pan gaan we direct hergebruiken. Nou, daar komt-ie. En dat is zo leuk aan gnocchi. Hoeft maar heel kort te koken. Deze komen uit het versvak van de biologische winkel. Soms zit er ook melk of zo erin. Deze zijn veganistisch. En je moet dus even op de verpakking kijken, want in heel veel supermarkten verkopen ze gewoon in het versvak. Dit gaat pijn doen. Gnocchi. Ja, maar wat doen we dan? Doe gewoon zo. Oh, zo makkelijk kan het gaan. En gnocchi gaat toch altijd drijven als het gekookt is? Oh, is dat zo? Ja. Het moet gewoon 2 minuten koken, maar het kookt nog niet echt, hè? Hou jij de tijd weer in de gaten? Zeker. Hier, kijk. Ja, gaan ze drijven. Hupsakee. Zo. Daar komen ze. Ik moet hem aan de... Nu gaan ze in die kapotte kant. Ja, hier kunnen ze lekker doorheen. Die vallen er goed doorheen. Easy does it. Ja, en die groenten moeten we erbij gooien. Ik kom nog op een heel laag vuurtje. En die spinazie, die gaat er gewoon zo rauw in. Maar omdat alles warm is, gaat die meteen... Slinken. Ja. Oh, zie de kijkers hoe goed het eruit ziet. Neem je voor jezelf 2. Zo ben ik. Zo doet hij dat. Oh, vermooierd hè. Ja, ja. Tuurlijk. Jeetje, wat ziet het er lekker uit zeg. Salutie. Cheers, ook oh, mijn niche van die peper. Ja. God, van gnocchi nog aan toe. Man. Dat is wel heel lekker. Heel lekker. Oei oei, dat is echt lekker. Dat was het weer. Ik hoop dat jullie thuis ook een beetje dingen maken en dat jullie het lekker vinden. Dit was de laatste aflevering. Bedankt voor het kijken. Doei!